Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Hier zouden we denken, wat is er met haar gebeurd? Is ze overreden door een vrachtwagen? Nee, ik ben een beetje ziek en ik ga nu zo naar stal. Ga ik een paar stallen mesten en dan ga ik Mera inladen. Ga ik naar het station om Isabel op te halen. Vanaf het station rijden we door naar het plekje waar we Mera gaan brengen. Dan gaan we Cass ophalen bij Arthur. En daarna gaan we Diddy ophalen met Krek, want morgen gaan we alweer naar het strand. En Roos komt vandaag terug, dus ik neem jullie vandaag weer mee. Hoi! Hoi! Waar gaan we heen alweer? Naar het strand. Yes. Isabel heeft de camera mee. Allebei. Isabel heeft echt dure camera's, gewoon twee. Ja, rustig! Maar slinger, dat is een gek. En dan ga je toch zo langs. In ieder geval, wij gaan dus naar het strand met Jules en met Krek en we moeten nog ongeveer 2 uur rijden. En Isabel en ik hebben een nieuwe merch aan. Kijk eens. Oh. Ik lees achter het stuur. En ik heb niet zoveel te vertellen. Dus ik ga even wat zeggen. Wat is het de eerste keer met Krek? Nou, ik heb Krek dus eergisteren, of even Klein maar opgehaald. Want we zouden eigenlijk gisteren naar het strand gaan. Alleen gisteren zou het echt super slecht weer worden. En vandaag is het droog. Dus nou, als ik nu zie hoe het weer is, ben ik eigenlijk wel blij dat we vandaag gaan. Maar ik ben nog nooit op strand geweest met een paard en Krek is nog nooit geweest. Dus ik ben wel heel benieuwd hoe die het doet. Ik ben alweer naar Katwijk, dezelfde plek. Gaat Marijn altijd heen. Maar... ja. Ja. Jules is al eerder geweest trouwens. Ja, Klein gaat met Jules en die gaat volgens mij gewoon afwisselen met Isabel. Ja. Jules is één keer in de Texel geweest. Alleen Jules is een beetje... Jules. Ik kan niet omschrijven hoe ze is. Nou, gewoon Jules. Alama. Oké, daar is Klein. Je moet even uitzoomen. Oh, rustig. Oh, ja. We zijn er. Yay! Okay. Daar is Isabel in de waggie. Dus het waait echt super hard. We gaan nu even de hoofdstellen omdoen. Hou dat ding eens recht. Oh ja. Sorry. We gaan de hoofdstellen indoen. En dan gaan we zo... Nou, we zijn op het strand. Nou, we zijn er nog niet, maar we gaan richting het strand. Oh! Okay. En Isabel zit eerst op een ophijk. De camera mee. We gaan wat fotootjes schieten. Kijk, is het dus de eerste keer. En voor Jules, ja, niet echt de eerste keer, maar dat is al echt een jaar weer geleden. Dus... ik ben benieuwd hoe ze het doet. Nou, we zijn door. Ik ben nu al moe. Ik ben niet gemaakt voor het strand. Jules is al zo oplettend, hè? Heel irritant. Nee. I know it all too well. Got another new day, still I'm feeling misplaced. I keep going down, down, down. Too many years going by, caught in an action I can't rewind. Oh, and in my head I'm screaming, but out of my mind I'm still too young to feel this way.
Nou, deze meisjes hebben net, wat hebben jullie gevraagd? Een handtekening. Ik heb even een handtekening gezet. En jullie wonen hier lekker dichtbij dus. Ja. Lekker man. Ja. Isabel is even Jules aan het uitstappen. Ik krijg mijn paard niet meer terug. Nee. En Cracker. Crack is daar. En we gaan nu richting daar. En uit. Nou. Wij... Bas Jokkelein. Hè? Bas Jokkelein. Wat is ze? Oh, daar, ik heb je gezicht. Maar vond je de rit geslaagd? Ik vond het wel apart. Vond jij wel lief? Jules is een apart paard. Ja, wel heel lief. Wel heel lief paard, hè? Ja, was wel leuk, hè, Julesje? En we gaan nu even afzadelen. Kijk, onze vrachtwagen. Dit is echt niet normaal. Wat is dit? We moeten even de hooi net ook nog even goed vullen. Dan moet een langsje doen, want ik ben klein en kom er niet bij. Maar... we hebben ook dus, we hadden water mee, maar vorige keer hebben ze niet gedronken. En nu hebben we dus hooi ook nog bij. Toen kwamen we echt met een hele kleine meisje naar ons toe. Kijk! Heb je ze bitter uit? Nee. Oh! Jules. Niet doen. Ik wil hem wel. Raad. Ja, we gaan hem even afzadelen en dan gaan we even de vliesjes er weer opdoen. Dan gaan we richting huis, maar eerst even straks de Mackie. We pakken wel een Mackie in Barneveld. Is dat echt bij? Dat is een uurtje. Pissen. Ja, pissen in de vrachtwagen. Ja, ga je in de vrachtwagen plassen? Ja. Oké. Okay. Dan moet je nu nog even je privacy pakken dan zo. Oh. En